Goed, laten we nu eens gaan kijken naar zo'n bodeplot. Een bodeplot, dat is een log-logplot. Wat is het voorbeeld van een logaritmische plot? Die heeft een paar eigenschappen, een logaritme. Bijvoorbeeld dat het logaritme van a maal b gelijk is aan het logaritme van a plus het logaritme van b. Dat wil zeggen, als we ons functie kunnen gaan opsplitsen in allemaal verschillende factoren, dat we eigenlijk door een logaritme ervan te nemen ons functie kunnen gaan opsplitsen in allemaal termen, dus allemaal stukken grafieken dat we gewoon kunnen gaan optellen. Goed, als we gaan kijken bij zo'n transfertfunctie, dan zijn er eigenlijk van die termen zoals van de vorm 1 plus j omega. Dat zijn complexe getallen dat we willen gaan uitdrukken als functie van j omega. Wat dat is een functie van j omega. En dan moeten we gaan kijken hoe dat daaruit ziet. Ik had gezegd, we gaan een logaritme plotten. Dus eigenlijk gaan we het logaritme plotten van 1 plus j omega. En het complexe vlak, dan gaan we de amplitude en de fase gaan plotten. Waarom de amplitude en de fase? Herinner u dat de amplitude en de fase als betekenis hadden de amplitude van uw uitgangssignaal en de fase het faseverschil ten opzichte van uw ingangssignaal. Goed, wat gaan we nog gaan doen? We gaan benaderen. Dus als we eigenlijk hier die 1 plus j omega in het complexe vlak gaan tekenen, dan hebben we hier de reële as, hier de imaginaire as. We hebben bij die 1. Die 1 die blijft altijd hetzelfde. Die j omega, dat staat hier. En dat wordt groter, groter, groter. Wat gaan we nu nog gaan doen bij de benadering? Altijd één van de twee benaderen. Dus zolang dat onze omega kleiner is dan 1, gaan we eigenlijk log 1 gaan plotten. Vanaf dat omega groter is dan 1, dan gaan we enkel de amplitude en de fase van die j omega gaan tekenen. Goed, wat krijgen we dus? Logaritme van 1 is 0. Dus we zitten hier bij 0 dB tot als omega gelijk wordt aan 1. En vanaf daar gingen we dat gaan verwaarlozen. En we gaan hier ook dB, dat is 20 keer het logaritme. Dus dan krijgen we 20 keer het logaritme van absolute waarde van j omega. Wat dan niets anders is dan 20 keer log van omega. Logaritme van omega als die omega 1 is, is gewoon 0. Dus we starten hier bij 0. En vanaf daar gaan we met 20 dB per decade. Dus als we hier 10 vooruit gaan, gaan we hier 20 dB naar boven. Welke fout maken we? Waar maken we de grootste fout? De grootste fout maken we waar dat die twee gelijk worden. Waar dat dit 1 is en deze ook 1 is, dat hoort eigenlijk bij dit punt in de grafiek. Als dit 1 is en dat is hier de j, dan is de lengte van dit stuk wortel 2. En dan is dus de fout dat we maken 20 keer het logaritme van wortel 2. En dat is die 3 dB. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we hier een fout maken van 3 dB. En dat die fout kleiner en kleiner wordt naarmate dat we verder gaan. Dus dat onze echte functie er zo uitziet. Goed, als er niet 1 plus j omega, maar 1 plus j omega en nog een constante staat, dan is dat punt waar dat verwaarlozen anders op een andere plaats. Dus dan gaan eigenlijk, wat gaan we gaan zoeken? We gaan gaan zoeken waar dat die twee termen hetzelfde worden, waar dat die twee even groot worden, dat noemen we een 0. Goed, we hebben ook termen in de vorm 1 plus j omega tot de min eerste. Wat is er nu heel mooi? Logaritme van iets tot de min eerste, dan mogen we die min 1 naar voren brengen. Dus wat krijgen we? Dezelfde grafiek als hier, alleen negatief. Dus op, die gaat naar beneden in plaats van naar boven. We hebben ook van die termen als j omega gewoon. Dat wil eigenlijk zeggen dat dat de belangrijkste term altijd is, dus dat die al begint te stijgen bij 0. Maar dan moet ik hier goed gaan nadenken op een logaritmische plot waar dan 0 ligt. Dus hier ligt 1, hier ligt 10, hier ligt 0,1... Hier ligt 0,01. 0 ligt helemaal op min oneindig. Dus dat betekent dat dit al van op min oneindig aan het stijgen is. Dus dat we eigenlijk zo'n grafiek krijgen. Nu moeten we al die grafieken gaan optellen. Overal waar je 0 optelt, gebeurt er eigenlijk niets. Optellen, 20 naar boven en 20 naar beneden optellen, dat wordt weer plat. En zo kunnen we de hele bodemplot gaan construeren.